We gaan het over autonieuws hebben. En dat doen we met iedere week met Ben van Tilburg. Nou, iedere week. Bijna iedere week. Bijna iedere week. Volgende week weer niet, maar deze week weer wel. Ben. We gaan het lijstje eventjes langs. Zag ik het nou goed? Had jij de auto van James Bond binnenstaan? Ja. Niet. Wel. Echt? Zo'n echte Aston Martin. Ja. Echt waar? Ja. Ja, dat is hoe kom je daar de eerste keer in onze loopbaan dat we zo'n auto voor inderdaad voor simpele APK in dit geval. Maar, en is die goedgekeurd? Hij is ook nog goedgekeurd. Oh, maar alle systemen werken ook nog en zo? Zoals het schild er omhoog kon en de mitrailleurs en zo en de oliespuiters? Nou, dat zat er allemaal niet in, maar je vraagt alle systemen werken. Laten we draaien. Ja. Ja. Komt uit Engeland? Nee, maar was wat mij als eerste opviel bij die auto was dat er in de deurpen, of in de dorpels, en dat mag natuurlijk met de huidige wetgeving helemaal niet meer, maar custom built voor de heer van, hup, en dan kwam de achternaam erachteraan. Oh, echt waar? Ja, dat staat toch keurig. En dat ligt ook op als je de deur open doet. En wel, dus, ja, hij mag is al lang niet meer van die man. Maar waarom mag dat nu niet meer dan? AVG? Ja, de wet op de privacy en niks. Ja, misschien zijn er nog mensen die het leuk vinden om erop te schrijven. Maar schijnbaar komt deze auto was 10 jaar oud. En het stond gewoon in het dorp al keurig netjes. Dus, oh, prachtig. Ja. Dat is mooi. We gaan het lijstje even langs. Waar komen de meest gestroomlijnde auto's in deze wereld vandaan? Dat is de grote vraag. Nou, het is natuurlijk altijd een dingetje, die CW-waarde. En helemaal bij de elektrische auto's. Want naarmate de snelheid toeneemt, neemt ook de luchtweerstand met boven de 100 bijvoorbeeld met 60% toe. Dus die luchtweerstand wordt steeds belangrijker voor het verbruik en dus en de actieradius van met name die elektrische auto's. En tot voorheen was de Mercedes EQS, dat was de meest gestroomlijnde productieauto die er op dit moment te koop is. Met een CW-waarde van 0,20, wat extreem laag is. Ja. Als je zoals een kind een auto tekent vroeger, motorkap, dak en kofferbak. Ja, tegenwoordig lekker bol. Ja, exact. Beetje Volkswagen type. De neus moet zo laag mogelijk tegenwoordig en de kont wat hoger. En dan heb je de meest ideale CW. Maar tegenwoordig is het Nederlandse start-up Lightyear. Die zonne-energieauto. Ja. Die de meest. En die wordt ook in serie geproduceerd zometeen. Hij komt nou uit, maar die staat op 0,175. Dus oké, okay, maar heel eerlijk ben, daar pas ik niet in, hè? Niet? Nee, denk het niet. Heet al geprobeerd? Maar als je gaat liggen wel. Ja, dan moet je echt onderuit gaan hangen. Dat is toch, ja, nou, het is een extreem lage auto inderdaad. En ook die daklijn is laag. Dus voor mannetjes zoals ik, 1,75, dat gaat prima, denk ik. Maar, als je 1,88 bent zoals ik. Maar ik heb ook het idee dat als je alle waardes in de computer stopt, hè, en alles uit de windtunnel haalt, dan komen altijd dezelfde type auto's eruit. Hetzelfde model komt er dan zometeen uit. Nee, dat klopt dus. Hè. Vroeger kon je echt aan een bepaald model wel zien, nou, dat is die auto. Hè. Dan noem ik even de Eend, de Kever. Dat soort auto's, een Citroën DS, ja. Simca, dat waren echt eigen ontwerpen gewoon ook. Maar tegenwoordig moet je gewoon als je een Tesla of weet ik wat, je moet haast naar de koplampen kijken om te zien wat er nog een beetje een eigen smoel en eigen neusje aan zit. Kijk naar die busjes, zo'n T1 van Volkswagen, wat voor wind die vangt. Ja joh, gigantisch. Platte voorkant. Ja, het is wel een platte voorkant. En leg beetje nog een paar surfplanken op, dan is het helemaal. Een beetje tegenwind kwam je gewoon niet vooruit. Nee, dat klopt. Dat voel je wel, ja. We zitten op Prinsjesdag, derde dinsdag van de maand. Er worden allerlei bezuinigingen ook natuurlijk weer aangekondigd. Wij kunnen zelf ook flink bezuinigen, €50.000. Ja, nou, ik vind het eigenlijk te bizar en daarom behandel ik dit onderwerp toch maar eventjes. Oh. De nieuwe Range Rover Sport is uit en die is nu ook als plug-in hybride leverbaar. Ja. En als plug-in hybride stoot hij 20 gram CO2 per kilometer uit tegen zijn benzine-tegenhanger 260 gram CO2 per kilometer. Oh, dat is nogal wat. Maar door dat enorme CO2-uitstootverschil bespaar je dus bij de aanschaf van zo'n auto €50.000 aan BPM. En dat is natuurlijk serieus geld. Die auto kost normaal 2 ton. Ja. En bestel hem dus als plug-in hybride. Zit er maar €460 BPM op. Nou, voor degene die zo'n auto zakelijk willen rijden, normaal krijg je alleen BTW terug over het bedrag ex BPM. Maar ja, als die BPM maar €460 is, krijg je en een enorm BTW-voordeel. Ja. €50.000 korting op de BPM. En voor de komende ruim 2 jaar de helft van de wegenbelasting. En dan kost hij maar 1,5 ton of zo? 143. Oh, en dan gelijk bestellen. Nee, maar weet je wat het is? Ja, wat een geld. Hè? Want ik denk, iemand die zo'n auto koopt, die koopt hem helemaal niet voor het milieu en dat soort zaken. Maar financieel. Je spaart wel een klap geld. En eigenlijk word je dus gewoon beloond. Hè? Terwijl ik juist zou zeggen van, als we met z'n allen met het klimaatdoelen wat willen, moet je dat soort auto's een klein beetje minderen juist. Maar, want ik denk dat die mensen die zo'n plug-in hybride Range Rover kopen, zelden of nooit aan de laadpaal staan. Nee, maar we hebben gisteren gezien, in Engeland rijden ze er bijna allemaal in. Het Koningshuis, dus een soort van nationale trots natuurlijk ook. Ja. Waar rijden die dingen veel in Nederland?
Nou ja, het zijn de SUV's en met name ja, die PC-hoofdtractoren, hè, noemen ze dat een beetje. Kijk, geslaagde voetballers en dat soort mensen, ja, die vinden dat soort statussymbolen zijn het eigenlijk. Ja, die kopen hem wel, maar goed, het zijn natuurlijk geen hardlopers in de zin van aantallen, dat niet. Nee, daarover gesproken trouwens, de reden gisteren een paar mooie auto's voorbij, hè, in die stoet. Zo'n Bentley ja, SUV ja, ook. Ja. En die Jaguar natuurlijk. De waar de Queen zelf in lag. Ging voor bestuivers over de weg, hoor. De koningin die heeft geen rijbewijs. Nooit rijles hoeven. Daar hebben we het vorige week over gehad. Maar de rijschoolhouders in Nederland, die trekken aan de bel. Er is weer wat. Ja, nou, er is zelfs een speciale Facebookpagina van nu. Die heet eigenlijk Geduld. En het komt er eigenlijk op neer, na corona, vroeger had je al het verkeershufterige gedrag, hè, van mensen die, als er een rijschoolauto voor je staat en die motor slaat per ongeluk af bij het stoplicht, hup, gelijk in die klakson. Ja. Maar nu zijn er ook mensen die hebben er een sport van gemaakt, bumper kleven, duwen. En eigenlijk roepen de rijschoolhouders op van, joh, heb nou eens geduld met onze jeugd, die moeten we het ook leren. Je hebt het zelf ook ooit moeten leren en gedraag je gewoon in het verkeer. Dat is ook de sticker die bijna op elke lesauto staat, hè? Sorry, u heeft het ook moeten leren. Ja. Nou, heel goed. Ja, maar zo is het toch ook. Ja, hou daar een beetje rekening mee. En als die motor afslaat, is bij mij ook vroeger gebeurd, hoor. En ik denk bij jou ook. En je gaat toch tegen je kinderen op school ook niet zeggen van, hallo, dat had je toch al lang moeten weten. Ik weet het ook. Ja. Nee? Dat is eigenlijk het. Het is een beetje haantjesgedrag. Zometeen, wat heeft een boterham met een auto-accu te maken? Nou, daar zijn we dan. Wat heeft een sandwich eigenlijk met een auto-accu te maken, Ben? Nou, dat is een hele goeie. Want er is een. Mensen vragen ons wel eens van, hoe kom je nou elke week weer aan dat autonieuws? En het is wel grappig om te zeggen. En ik wil die meneer die het me gisteren appte ook bedanken. Want af en toe dan doen luisteraars mij ook appjes en mailtjes van, joh, heb je dat al gelezen? Heb je dat al gezien? En toen kregen we dus gisteren een tip van Pim van der Maar, het Emmeloord. Die kennen jullie ook wel, die fotograaf. Ja. Dat er is een nieuwe batterij voor elektrische auto's. En die wordt gemaakt van lithium metaal. Accu is het eigenlijk. Niet lithium-ion is dat niet dan, lithium-ion, inderdaad niet. En waarom metaal? Kan veel sneller laden en gaat veel langer mee. Dus deze technologie is in Harvard ontwikkeld. Die kan binnen 3 minuten de accu volledig volladen. En heeft een actieradius wat gewoon 800 tot 1000 kilometer gewoon probleemloos kan. Nou, gewoon in dus elke auto stoppen dan. Ja, maar wij noemen dat, ja, het zal wel eens een gamechanger zoals we dat noemen kunnen worden. Maar wat heeft het nou met brood te maken? Ja. Het ontwerp van die batterij is, de Amerikanen noemen het een BLT sandwich. De bacon, lettuce, tomato sandwich. Yes, exact. Ah. Dus ik zal het eventjes, de sla is de grafiet, de laag tomaten de eerste elektrolyt, de laag spek de tweede elektrolyt en de bovenste boterham is de kathode. En eigenlijk door dat ontwerp, zeg maar, wordt die levensduur wordt normaal verkort door zogenaamde dendrieten. En dat zal ik even voorlezen. Dat zijn kleine, harde, boomvormige structuren waardoor lithium-metaalbatterij gevoelig zijn en de werking ervan verstoren. Ja, en die metaalaccu's in dit geval, die zijn daar dus minder gevoelig voor en gaan veel langer mee. Maar dat is natuurlijk wel heel belangrijk, want die accu, normaal geven alle fabrikanten, hè, sommige geven we 3 jaar op de auto, 8 jaar op de batterij. Maar uit de praktijk blijkt ook dat de meeste batterijen, en ligt ook een beetje aan hoe ze geladen worden, gaan 8 tot 10 jaar mee. Maar deze kunnen 20 jaar mee. Oh. Dus ja, want als je zo'n batterij van je auto moet vervangen, kun je net zo goed je auto inruilen, want dat is onbetaalbaar. Nee, klopt. Ja. Maar zijn die batterijen niet veel duurder in de productie? Nou ja, als ze straks massa is kassa. Dus als ze straks die dingen massaal gaan produceren, zal de prijs ook dalen. Maar voorlopig is het nog duur inderdaad. Weet jij er toevallig, Ben, dat zijn er niet fabrikanten die samenwerken met elkaar? Kijk, die auto-accu's, dat gaat stijgende lijnen. Ja. Hoe groter, langer, actieradius, enzovoort, enzovoort. Maar de zonnepanelen op je dak kan je ook opslaan op een accu. Als die nou eens een keertje samen gaan werken. Nou, Tesla doet dat, hè? Dat je dan gewoon de accu's voor in je kelder kan bouwen. Ja, er zijn er wel voorbeelden van, hoor. Ik heb in de Arena bijvoorbeeld ook, daar liggen al, daar staan allemaal, het hoofdgebouw van Nissan staat natuurlijk in Amsterdam. En in de kelders van de Arena liggen al oude accu's uit de Nissan Leaf die gerefurbished zijn, zeg maar. En die zorgen ook voor opslag van energie. Dus ja, en er zijn nu al auto's te bestellen. Vehicle to grid noemen ze dat. Dan heb je de auto, zet je aan je thuislader. Maar op dat moment gaat je. Kun je je rijpatroon. Die kun je dus via de app en alles ingeven. Als jij 's nachts je auto niet gebruikt, dat die je huishouden weer gaat draaien op stroom uit je accu.
Ja. En vervolgens is het 5:00 a.m. en dan gaat hij weer laden. Zodat als je weer weg moet, je accu weer op peil is. Maar dat zijn allemaal technologieën die komen eraan. Ja. Sommige zijn er al. Ja, ja. Het gaat hard op dit moment. Ja. Wat is vegan interior? BMW die komt er nou mee. Vegan interior. Ja, dat is. Er zijn natuurlijk steeds meer weerstand komt er in de wereld tegen het gebruik van dierlijke producten. Gewoon leer in je auto. Ja, vroeger was het. Had je dus nepleer en Sky. Nou, dat was verschrikkelijk. En nu is het dus voor heel veel mensen een stukje status. Als je zegt: nee, maar het is niet echt leer, het is kunstleer. En om nou ook aan te geven dat het geen echt leer is, zetten ze er ook nog een soort korrelachtige structuur overheen, zodat het niet zo glad aanvoelt. Ja. En ze verwachten heel erg in China en Amerika dat er enorm veel vraag naar komt. Plus wat een stukje belangrijk is, door de toepassing van die dat nepleer, is er ook weer veel minder CO2-uitstoot, omdat er dus minder koeien en dergelijke voor nodig zijn. Ja. Ja, dus, de Model I heeft dat toch, van de Tesla? Ja. Ja, die heeft een compleet vegan interior. Ja, bij Volvo is er trouwens ook al mee bezig. Ja, BMW komt er nou mee. Ja. Dus, over BMW gesproken, dat rij ik nog eventjes. Daar staat 280 op de kilometer tellen. Ik heb het gisteren geprobeerd. Ik haal het niet. Nee. Hoe komt het nou dat al die kilometerstellers, is dat een soort lekkermakerij of zo? Dat er dan ook 320 op staat? Terwijl je het niet kan halen. Ja, vroeger als jochie weet ik nog, hè, dan ging je altijd, dan had de buurman een nieuwe auto. En het eerste wat je dan deed was naar die kilometerteller kijken. Van hoe hard kan die nou? Ja. Dus ik denk, nee, laten we daar eens in duiken. Wat blijkt, je hebt altijd te maken met die schaalverdeling. En de maximum snelheid is niet bij wet vastgelegd, maar het is wel het meest logisch. Moet eigenlijk een beetje bovenin staan. Dus maximaal 130 of 100. Die moet een beetje bovenin. Nou ja, dan loopt die automatisch door naar 200. Ik bedoel, in een Kia Picanto is ook een snelheidsmeter tot 200 of 220. Terwijl hij dat voor zijn levensdagen niet gaat halen. Nou, dat kan hij wel halen, maar moet je hem wel op de TCW zetten. ja, precies. Nee, maar wat ook, het is ook bij heel veel merken een stukje kostenbesparing. Als je bijvoorbeeld die BMW van jou, heb je ook in een M-uitvoering, die waarschijnlijk, als die niet begrensd is, wel 300 haalt. Dus dan gebruiken ze voor al die types BMW gewoon dezelfde snelheidsmeter, een stukje kostenbesparing. In Amerika is er zelfs een tijdje verboden geweest. Tussen de jaren 77 en 81. Mocht je maximaal 85 mijl als een auto ook zo hard kon, als maximum hebben. Ja. Waarom? Omdat iedereen dan dacht van, we moeten gaan kijken of we die snelheid halen, waardoor er hele gevaarlijke situaties ontstonden. Ik vind het wel een beetje uitlokken, hoor. Ja, precies. En wat is de marge eigenlijk als ik 100 rij? Nou, 103 ja, toch? Ja, het ligt een beetje aan. Je kan meestal op je GPS wel zien wat de afwijking is. Als je hem dus je GPS op je telefoon real-time laat meelopen, ja, dan kun je dus eigenlijk wel zien van, hey, wat is het verschil? Maar ja, als je voor jezelf 10 kilometer 110, zit je op 103, 104, denk ik. Oké. Zit je binnen de marge. Nou, we hadden het net al heel eventjes over Lightyear. Kun je nog kort even uitleggen wat het succes is voor deze Nederlandse autofabrikant? Ja, Lightyear die is door het Europees Parlement uitgeroepen tot richtlijn voor de hernieuwbare energie als volledig hernieuwbare energiebron. En dat wil dus zeggen dat hij eigenlijk compleet stekkerloos door het leven kan, waardoor hij zichzelf oplaadt. Ja. En die dus voor de toekomst dan in aanmerking komt voor ook weer allerlei subsidies. Maar hoe doet hij dat dan? Met zonne-energie? Met zonne-energie. Okay. Er ligt 5 vierkante meter aan zonnepanelen op zijn auto, op de motorkap en op het dak. Dus moet de zon wel schijnen natuurlijk. Er moet de zon wel schijnen inderdaad. Maar hij kan zich dus geheel autonoom, zeg maar, dus zonder stekker kan hij zeggen. Ja, en daar heeft hij dus die prestigieuze prijs voor gekregen. Nou, hartstikke mooi. Dat is toch wel weer gewoon een Nederlands fabrikant, hè, die dat doet. Ja, dat vind ik wel knap, hè. Ja, absoluut. Ben je er volgende week wel, Ben? Nee, Jordi is er volgende week. Jordi Snel, dan gaan we het over elektrische auto's hebben.